Weegschaal. Ik ben Char van Charlie's Angel Tarot op YouTube en Buddy Advies op Facebook. En Charlie Angel's Tarot op MeWe. Dit is jullie 2019 lezing. Ik heb 6 tarotkaarten. De eerste helft van het jaar en de tweede helft van het jaar. Daarbovenop heb ik de Lenneman voor verheldering. En ik heb hier natuurlijk de tarot Ruins en een kleurkaart en een engelenkaart. Ik hoop dat jullie fantastische feestdagen hebben en een fantastische kerstmis en een jaarwisseling. Mag 2019 een ongelofelijke mooie jaar zijn. Weet dat wat je nu gezaaid hebt, komt tot bevruchting in 2019, want het jaar wordt een jaar 3. In januari hebben jullie de leeuw. Jullie staan in januari in je eigen kracht. Deze vrouw die heeft de leeuw getemd door liefde en kracht. Daarom heet de kaart ook kracht. Jullie hebben waarschijnlijk obstakels gehad, want we hebben hier de berg. En de berg betekent dat je er tegenop ziet. Je hebt ergens tegenop gezien, maar je kracht die heeft je er doorheen gehaald. Je hebt gerealiseerd dat je de berg niet hoeft te klimmen, maar je kan het ook bewandelen in je eigen tijd, omdat er altijd een pad is op een berg. In februari krijg je misschien een nieuw aanbod, misschien een aanbod van liefde, misschien een aanbod van een passie wat jou lief is. Het is ook een nieuw begin. Zo misschien is het inderdaad een nieuwe relatie of een nieuwe baan. Dit wordt bevestigd omdat jullie de lelies hebben en de lelies betekent geluk, vaderfiguur. Misschien is er een adviseur of een baas, een oudere man, een oudere man, een volwassen man, die je een aanbieding doet van kom bij mij werken en het is zakelijk geluk. In maart hebben jullie de 6 van bekers. Misschien verlangen jullie naar het verleden. Jullie zijn zeker aan het denken aan dingen van het verleden. Want dat is wat de bekers 6 representeren. Misschien wens je toch om terug te keren naar het verleden of het geluk te hebben. De speelsheid, net zoals de kinderen hier spelen. De speelsheid en de spontaniteit van vroeger. Die wens kan in vervulling gaan in maart. In april hebben jullie de koning van pentakels. En de koning van pentakels die is een beetje beu. Je ziet hem ook weer in het niks kijken. En hij kijkt op naar de hemel van ik heb alles in de wereld wat materialistisch is. En langdurig en de veiligheid. Ik heb nu een nieuwe baan. En ik zit goed, maar ik wil toch meer. Hij is op zoek naar inspiratie en een uitdaging. En dit wordt weer verduidelijkt door de vissen. De vissen is ook weer zakelijk geluk en werken in groepsverband. Misschien heb je gerealiseerd dat als je zoveel geld hebt en je hebt alles in de wereld, dat je eenzaam bent en je wilt gezelschap hebben. En dat geluk kan je misschien vinden in werk of in groepsverband. Dan zou ik zeggen, misschien word je lid van een vereniging om samen te zijn met meerdere mensen. En daar vind je je geluk. Dan hebben we de 4 van pentakels. En dat is in mei. En deze kaart represent een gierigaard. Zo wordt het meestal uitgelegd. Maar misschien ben jij te gul en misschien is dit een waarschuwing om een beetje meer zuinig te zijn met je centjes en je hebben en je houden. In plaats van zo gul te zijn, want dat kan ruzie veroorzaken. Misschien heb jij iemand een lening gegeven en je hebt ruzie gekregen omdat het niet terugbetaald wordt. Zo wees voorzichtig in mei wat je doet met je centjes. Of met materialistische dingen.
in juni. Je hebt zaken gedaan en je staat te kijken en je boot komt binnen. Zoals ik al zei, dit is jaar 3. Zo wat je geplant hebt, ga je ook oosten. En dat is precies wat deze kaart betekent. En het geluk lacht je toe. De koning van Pentakels in april heeft zijn uitdaging gevonden en heeft weer geld verdiend. En zijn boot komt binnen in juni. In juli hebben jullie de toren. Zo, er is een totale onverwachte omwenteling. Want de toren, die betekent dat er iets was die niet goed op goede fundering gebouwd was. En daarom is er een onverwachte schok. Want de toren wordt door de bliksem aangetast. En dat was niet te verwachten. Maar ja, je hebt de sleutel in je eigen hand. Hoe ga je met die grote onverwachte wisseling of gebeurtenis om? Wees, sluit jezelf niet op, hè. Gebruik die sleutel om jezelf wel te bevrijden. In augustus heb je de pentakels van Aas. Dit is een nieuw begin. Misschien een nieuwe baan. Misschien heb je je hobby werk gemaakt. En heb je gezorgd dat je een nieuw begin hebt met een goede inkomen. Misschien heb je wel wat centjes verloren door een investering. En heb je daar bericht van gekregen in juli. En nu is het allemaal weer goed. En je ziet weer dat er een salaris binnenkomt. En dat je voor langdurigheid en stabiliteit gegaan bent. Omdat je die sleutel open, de deur opengedraaid hebt met de sleutel. En dat wordt bevestigd door de doodskist. De doodskist betekent dat je een fase verlaat en je gaat op naar een nieuwe fase. Hier heb je de wereldkaart. De wereld is your oyster, zeggen ze in Engeland. Inderdaad, dit is ook weer zo'n kaart. Je verlaat een fase en je gaat weer een nieuwe fase in. Je hebt geleerd van je ervaringen. Wat rondgaat, komt rond. Wat naar boven gaat, komt ook weer naar beneden. Deze kaart betekent ook dat je misschien op vakantie kan gaan. Er zijn meerdere keuzes in de nieuwe starten. Want je hebt hier een nieuwe start en je hebt hier een nieuwe start. Zo, je hebt meerdere keuzes in je nieuwe fases. Misschien heeft iemand je onrecht gedaan. En, want je hebt hier rechtvaardigheid. En de weegschaal betekent natuurlijk niet alleen maar gerechtigheid, maar ook balans. Misschien heb je nu uiteindelijk je balans gevonden. En misschien ga je wel trouwen. Omdat dit betekent ook instanties. En we hebben hier de brief. De brief met de zegel. Zo, misschien is het een huwelijkscontract. Misschien heb je een brief van de rechtbank gehad met goed nieuws. En het gerechtigheid is gedaan in oktober. In jullie hebben heel veel veranderingen weegschaal. En dat had Schorpioen ook, want ik was jullie vergeten te doen. En er zijn heel veel veranderingen. Zo, wees wel zorgzaam voor jezelf en doe dingen stap voor stap. En je hebt hier weer de zwaarden. En de zwaarden is actie. Hele snelle actie. En misschien voel je je wel in je rug gestoken door iemand. En daarom is de gerechtigheid hier ook geweest. En misschien is het zo lelijk geweest of zo pijnlijk dat het echt heel emotioneel zwaar was. Maar de 10 van zwaarden willen ook natuurlijk zeggen dat het een 1 wordt en het nieuw begin is er. Maar hier zie je dat de zwaarden nog niet in zijn rug is, maar in de traditionele tarotkaarten wel. Zo, het is nog niet gebeurd. Zo, wees voorzichtig met mensen om je heen, of ze eerlijk zijn of niet. En vooral met partnerschappen.
Want we hebben de ring. Dat hoeft niet een huwelijk te zijn. Maar omdat het naast de gerechtigheid ligt en de brief, kan het een huwelijkscontract zijn. Het kan een contract zijn, natuurlijk ook van de rechtbank, maar ook van een partnerschap. Misschien moest je naar de rechtbank omdat een partner waar je samen mee gewerkt hebt, want in april hebben we ook partnerschappen in groepsverband werken, heeft je onrecht gedaan en het gerecht heeft nu gezegd, baf, kappen met die partnerschap, hij is oneerlijk geweest en je hebt gelijk en je hebt heel veel geleden en je bent nu klaar voor een nieuwe periode. Je krijgt zeker hulp van instanties in oktober of november. In december hebben we de knecht van Pentakels. En de knecht van Pentakels die brengt je bericht van, joh, hij is speels, hij moet nog leren. Maar het kan een jong iemand zijn en die brengt je bericht van alles is goed. Je hebt de baan, je bent aangenomen. Misschien heb je de nieuwjaarsloterij gewonnen in 2019. Misschien komt er iemand jong van de televisie om te zeggen dat dat gebeurd is. Maar het kan ook iemand zijn van instanties. Want we hebben de beer hier en we hebben de ijskasteel in de achterkant. En deze ijskasteel representeert instanties, overheden. Het kan ook een ziekenhuis zijn, het kan een school zijn. En de munten die staan ook voor werk, leren. Iets wat materialistisch is. Zo, misschien krijg je nieuws dat je toegelaten wordt bij de universiteit of een instantie. En je kan goed geld verdienen als je werkt voor een grote instantie. Kan ook een heel groot bedrijf zijn. En daar zijn mensen jaloers van, want de beer beschermt wat hij heeft, beschermt zijn huis en beschermt zijn familie. Maar het geluk is hem niet gegund door anderen en dat is jaloezie. Maar de beer staat ook voor geluk. Zo in december volgend jaar heb je gelukkig goed nieuws. Voor de eerste helft van het jaar heb je de magier. Zo, je kan alles waarmaken, je hebt alles in huis, alle talenten, alle elementen om je hartewens of je doel te manifesteren. In de tweede helft van het jaar heb je nummer 5 en dat is de hierofant. De hierofant is een man van letters, een man die goed kan delegeren. Instanties, instituten, ook een soort rechter. Hij is ook een vaderfiguur, de adviseur. Hij weet de wet. En jullie zijn ook, meestal vind je ook de luchttekens zoals de tweeling, de weegschaal, vooral de weegschaal en de waterman in het gerecht of ook als een slager, ook als een, hoe noem je dat, een chirurg. Het kan iemand zijn met messen, het kan iemand zijn met gerechtigheid. Of juridisch onderlegde of achtergrond. De hierofant, de spirituele betekenis van de hierofant is de meest mastery. Je krijgt je masters. Of je bent een master. Honesty and a page, a sage. A sage kan ook dit voorstellen, een leerling. Misschien ben je een leerling van kennis. Deze steen is een steen van de spirituele autoriteit. Misschien herinnert je het ook aan om je eigen spiritualiteit op te zoeken en kijken wat het voor jou betekent en je hogere ik te ontdekken.
om dit te kunnen doen, moet je soms wel hulp hebben van anderen. Kijk uit voor speciale tekens of alerts om je heen, misschien die van de hemel komen of van het universum. En dan bijvoorbeeld weer de aas, de hand van het universum, die doet je een aanbod. Zo, kijk uit voor tekens. En misschien wel in februari, omdat die daar ook ligt. Wat is jouw levensdoel? Dat is de vraag van de spirituele les. En dan hebben we de magier. Positiviteit. Leuke spanning. Mysterieus. Magie. Deze steen draagt de betekenis van een kind. Het is een steen van spontaniteit, speelsheid, innocence, onschuld en magische ideeën. Maak geen overhaaste beslissingen. Neem je tijd en denk dingen door. Als je dromen waar komen, wat zijn ze dan? En wat zijn je angsten? Zo, je kan je dromen waar laten komen, je doelen, maar je moet wel alles uitgepluist hebben, advies gevraagd hebben. Dat kan je door de hierofant, die is een adviseur, en misschien wel iemand in het juridisch achtergrond. Daar kan je ook advies vragen. Maak geen overhaaste beslissingen om partnerschappen aan te gaan, want dat kan ruzie of problemen veroorzaken. En hier hebben jullie echt een hele mooie kaart. Blauw. Activeer helende krachten. Net zoals de magier. Probeer meer naar binnen te gaan, zodat je je hogere zelf, je spirituele zelf, kan ontdekken. Dit is nummer 37, zo dat is ook weer een 1. Blauw. Blauw activeert helende kracht. Blauw kan je helpen bij het activeren van de helende krachten en het vergroten van je levenskracht. Het heeft een kalmerend effect wanneer je je nerveus voelt, manisch of helemaal opgewonden. Blauw heeft antiseptische eigenschappen die helpen brandwonden en genezen, bloedingen te stoppen en koorts te verlichten. Blauw kan ook helpen bij het sussen van nerveuze irritaties en je stofwisseling verbeteren. Gebruik het blauwe zwaard van licht in je te helpen je lichaam te helen. Nou, meestal worden de zwaarden ook uitgebeeld in blauw. En zo, dat is wel heel erg mooi gezegd. En je hebt hier heel veel kleuren blauw. Met blauw kan je dragen, blauw kan je ook eten, net zoals bosbessen, bramen. Zo omring je met allerlei soorten kleur blauw. En dan voor de engelenbericht hebben we de inspiratie en ideeën. Hoe mooi is dat? En dat past wel bij jullie weegschaal, want jullie zijn een luchtteken. Zo, jullie zitten in je hoofd, maar ga niet continu peinzen en te veel in je hoofd zitten en jezelf afzonderen. Ga naar verenigingen. Ga in groepsverband. Leer meer mensen kennen. En dan kan je ook weer de lol krijgen van vroeger. Wat jouw wens is. Dat is zeker een van jullie wensen. Dat is zo helder. Ik hoop dat je deze lezing leuk gevonden hebt. En ik hoop je weer te zien in januari. Prettige feestdagen. En mag 2019 fantastisch zijn voor jullie. Bye bye.